Uit het archief van zijn familie Kolf neemt collega Arnold een 100 jaar oud rapport over de Linge mee naar het waterschap in Tiel. In de vorige aflevering zagen we hoe het Kolfgemaal er kwam en hoe de Linge water buffert. Dit keer te veel water. Saskia, als de Linge buffert, hoe hoog komt dan het water te staan? Want we hebben natuurlijk in januari hoog water gehad, Geldermalsen, Leerdam. Hoe zit dat? Dat kun je heel mooi zien aan de trend hier op het scherm. Ja. Bij Geldermalsen, je ziet de pijl is hier van 80 centimeter gestegen naar 1,80 meter. Dus bijna een meter hoger. Vroeger kon het pijl zelfs stijgen tot 4 meter, 4 meter 6. Als je hier in het pijlbesluit kijkt, dan zie je dus staan dat in de 19e eeuw het maximale waterpeil bepaald was op 4 meter 6. En dat het in 1992 is bijgesteld tot 3 meter. Ja, 3 meter, dat is best heftig. Want als je ziet in januari bij 1,80 meter stond het al net aan in sommige huizen. En bijna in een aantal winkels. Nee, kijk, hoogwatervrij bouwen is eigenlijk die discussie is van alle tijden. Want hier in het boek zie je dus dat de industrieën zich in 1920 en 1926 beklaagden over schade die ze hadden geleden omdat de Linge omhoog was gekomen. Na een periode van 37 jaar kwam de Linge omhoog. En toen had je weer de discussie van wat is hoogwatervrij bouwen en wat accepteer je als schade. Oké. Waar komt al dat water op de Linge vandaan? Van regen en van kwel. En dat kun je heel leuk zien in die bijlagen. Hier zie je dat het waterpeil hoog werd door regenafvoer. 68 mm in 7 dagen. En heel kort daarna ging de Linge weer stijgen doordat de Waal omhoog kwam. Okay. En toen kwam het kwelwater erachteraan. Maar kijk eens wat bijzonder is. Een dergelijke combinatie, hoewel theoretisch mogelijk en praktisch zeer onwaarschijnlijk, is deze winter dus eigenlijk continu voorgekomen. En regen en kwel. Hoe belandde al dat water nou in de Linge, Saskia? Onder vrij verval vanuit de Overbetuwe, ja, via de Linge naar de Nederbetuwe. Maar daar in die grafiek zie je ook dat er een heel groot gedeelte nog werd bemalen, ja, met windmolens. Okay. En de mechanisatie was ook op gang. Dus er werd ook al een groot deel door, machinebemaling uitgemalen. Okay. Maar tegenwoordig is dat 15 mm per etmaal. Maar vroeger was dat natuurlijk nog niet zoveel. Op deze kaart zie je het waterbezwaar volgens opgave der polderbesturen. En dan zie je hier dus alle groene vakjes was waar wateroverlast ervaren werd. En je ziet eigenlijk dat er altijd een strijd was tussen de Lingebeheerders en de polderbesturen. Want die waren nog apart van elkaar. En het was altijd een gevecht van hoeveel mogen we nou op die Linge lozen. Het doseren van water is nu veel makkelijker, want we zijn één waterschap. We hebben daarom ook de Aspense sluis deze winter gesloten om het water eerlijk te verdelen. Ja, het is allemaal best ingewikkeld met zo'n oud systeem van eeuwen geleden. En het wordt steeds complexer door klimaatverandering. Want de kans dat de Linge het weer moeilijk krijgt, wordt steeds groter. Ja,